Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. The Common Linnets. Dalton, George van der Pannen, The Common Linnets. Alle drie totaal verschillende artiesten. Maar er is er maar één die gewonnen heeft. Tienduizenden stemmen zijn uitgebracht door onze luisteraars op 101.nl, de site. Ja, en we gaan het zien. Ik heb hier, waanzinnig, is voor mij de eerste keer zo'n gouden envelop, voor jou niet. De envelop, daar zit de winnende naam in. Laten we niet langer in spanning. Ruud, wie wint de 100% NL Award in de categorie doorbraak van het jaar? Dames en heren. Met 51% van de stemmen heeft gewonnen George van der Pannen! George, gefeliciteerd! Ik weet nog goed dat ik jou overviel in een café ergens in Hilversum. Toen zat ik aan een tafeltje gewoon te lunchen. Je komt binnen, je ziet mij, je ziet een envelop. En je werd al gek. Maar hoe moet dat nu dan voelen? Echt goed, joh. De eerste tranen van de avond, lieve mensen. Dankjewel. Mag ik even iets zeggen? Ja, dankjewel voor de stemmen. Ik ben heel trots. Ik ben er half bij op dit moment. Sorry, ik zie te veel. Hallo. Marco Borsato, waar ben je ergens? Je bent de beste coach en de meest bezorgde coach. Dankjewel. En John de Mol, The Voice Team. 100% NL. Wie moet nog meer bedanken? Heel veel mensen, geloof ik. Tom Dijkman, Henk Pol. Frank Boeien. Ik ga gauw weg. Ik ben al lang heel trots. Het is weer een stukje van mijn droom. Ik ga heel gauw weg nu. Ik ga even vieren met de mensen daar. Dankjewel. Blijf nog heel even, George. Blijf nog heel even. Want ik denk dat de aanwezige